We gaan eventjes met Charlotte beginnen. Jason, de Johnson-zoon, een stoere hengst met veel formaat, veel front. Een hengst die in het verrichtingsonderzoek al opviel met heel goed achterbeengebruik. Veel macht in het lopen. En we gaan dat hier denk ik ook vandaag zien. We zien hem al heel mooi in de takt. Met veel expressie door de baan gaan, veel gedragenheid. Appiëment. Heel actief. Heel mooi, scharend, mooie beweging ook vanuit het voorbeen. Veel afdruk in het voorbeen en een heel goed ondertredend achterbeen in dat appiëment. Hengst die veel vermogen heeft tot sluiten. We zien hem hier ook al mooi terugkomen. Daarin heel krachtig blijft doorbewegen. Veel tact houdt, veel afdruk daarin heeft. Veel mechaniek in de benen. Een hengst die gedurende het verrichtingsonderzoek eigenlijk heel veel inhoud had. In die zin van dat hij veel power in het lichaam heeft. Mooie uitgestrekte draf. Echt een krachtpatser in zijn manier van bewegen. We zien hier de verzameling. Komt hij al heel mooi tot dragen. Sluit hij heel mooi door. Daar weer eruit. Hele mooie vloeiende overgangen al. Inmiddels door naar de galop. Krachtig doorgesprongen. Ja, met name de afdruk wat heel positief is bij deze hengst. Een hengst die veel inzet toont. Makkelijk tot verzameling komt. Dat zien we hier ook in zo'n hoek. Gaat hij heel mooi al zitten. Gaat ze door naar de arbeidspirouette. Ja. Je ziet hoe goed dat hij zijn balans al houdt, ook als die wending al wat kleiner is. Een goed doorgesprongen changement. Galop met veel energie. Kijk, eruit een wissels. Heel gretig is de hengst. Springt gretig toe, mooi voorbeen daarin. Terug naar de verzameling. Hier komt ze terug naar de pirouette. Ietsje hard ingezet, nou neemt hij het over. Ja, je ziet eigenlijk met name ook de enorme gedrevenheid in deze hengst. In de draf. Terugverzameld. Heel mooi van de grond af. Heel mooi klein worden. Duidelijk de potentie tot die verzameling. Een mooie harmonie met de Amazone. Fijne inwerking, licht op de hulpen. Ook voor zo'n groot expressief paard. Blijft heel fijn aan de hulpen. Mooi stil in de aanleuning. Mooi in balans. Verruiming zonder hard te gaan. Pakt hij heel goed de bodem. Een hele fijne manier van sluiten. Kijk. Hier al helemaal terugkomen. Achterbeen wat goed doorwerkt. Heel mooi daar. Laat heel veel kwaliteit zien. Ja, en door naar de stap. Uitgestrekte stap. Neemt gelijk goed de hand mee. Goede verruiming daarin. Goede zuiverheid erin. Ruim voldoende ruimte. En wat heel mooi is, dat hij gelijk vanuit die verzameling mooi de hand wil volgen
en goed zijn lichaam loslaat. Nog even terugschakelen naar Charlotte. En we zien daar Jason eigenlijk al heel mooi aantreden. Ja, kijk, dat is kwaliteit. 7-jarige paarden die het zo makkelijk aanbieden. Dat is natuurlijk ook wat we willen graag. We willen paarden hebben die het van nature uit aanbieden voor het hogere werk. Het fokdoel is uiteindelijk de hogere sport, de Grand Prix.